Yeah, Joint Radio. Mijn naam is 9G Music. Welkom bij de Joint Radio, Joint Politics vandaag. Dus ik geef het woord aan Anaïs. Goedenavond. Oh, wow. Het is een beetje hard. En nu? Nu is het een beetje, ja, zo. Nou, ja, ik ga wat verder van. Nee, hij is best hard. Echt wel. Ja, daarom ben ik toch nu aan het kijken. Ja. Nou, zo. Ja. En nu? Ja, zo is het wel goed. Oké, goedenavond. Daar zijn we weer met een heleboel vragen. En vandaag is ons de gast Matthijs... Pontier. Ja, ik wou het op zijn Frans uitspreken, maar het mocht niet. En Matthijs, vertel eens wat over jezelf. Je komt uit de Piratenpartij en... Klopt, ik zit bij de Piratenpartij. Ik ben nummer 3 op de kieslijst. Ik heb ook een achtergrond als wetenschapper. Als wetenschapper heb ik gewerkt aan emotionele intelligentie en aan moreel besef voor robots. En dan meer specifiek voor robots in de zorg. Dus ik heb bijvoorbeeld ook meegewerkt aan een project waar de film Ik ben Alice over is gemaakt. Dus dat er bijvoorbeeld eenzame ouderen zijn. En dat, ja, we zouden willen dat er gewoon meer mensen langskomen. En dat moet volgens mij ook nog steeds gebeuren. Maar dan is er bijvoorbeeld een robot die ze kan helpen... om ook contact op te nemen met familieleden. Omdat ze dat niet meer zo snel uit eigen beweging doen. Dus het is echt om mensen te helpen. En ook om te helpen met het krijgen van juist extra sociaal contact. En nadrukkelijk ook niet, want dat denken mensen wel eens... dat sociaal contact moet gaan vervangen. Dat is echt absoluut niet de bedoeling. En daar mag het ook volgens mij nooit voor worden ingezet. Een hulp. Ja, het is een hulp. Ja, en kan bijvoorbeeld ook helpen met het vinden van passende zorg. Of dat je een soort online coaching hebt of online therapie... voor dingen waarvoor je eigenlijk niet naar de dokter durft te gaan. Oké, medicijnen en dat soort dingen. Ja, maar ook bijvoorbeeld als je verslavingsproblematiek hebt of je bent depressief. En weet je wel, er zijn een aantal dingen waarvoor mensen niet altijd naar de dokter durven te gaan... maar dat ze wel zelf op therapie durven te doen. Nou, okay. Daarvoor zou het ook goed ingezet kunnen worden. Dus het kan ook gewoon via internet. Het hoeft niet altijd met een robot. Even er tussendoor, hè? Even tussendoor. Het laat me even denken aan... ken je de Mighty Six? Sorry, welke? De Big Hero 6. Dat is ook een robot, toch? Een film erover. Ja, Volgens mij heb ik hem nog niet gezien. Ja, het is een Pixar. Pixar. En dan heb je een robot die eigenlijk first aid robot is. Weet je? En dan komt hij naar je toe en zie je allemaal van lucht. Weet je? En dan geeft je ook een knuffel en zo. En dan gaat hij gewoon elke keer vragen als je oké is. Oké, cool. Maar voor de kids die gewoon wel hebben gezien. Weet je, want er zijn ook jongere mensen die luisteren. Zoiets is het. Ja, zo klinkt het wel, ja. Sorry? Nee, prima hoor. Ga je gang. En voor de rest ben je nu voor de Piratenpartij. En hoeveel zetels hoop je binnen te halen? Nou, sowieso minimaal 1. En dat zit er ook wel in. Maar als de campagne een beetje goed loopt... dan denken we dat 2 of 3 er ook wel in moet zitten. En jij staat ook op de lijst? Ja, klopt. Ja, ik sta op nummer 3. Op nummer 3. En nummer 1 is Ancilla? Klopt, ja. Ancilla van der Leest. Ja. Nou, oké. Ik denk dat we maar gaan beginnen. Dat is goed. Ja. De eerste vraag is van Dree. Waarom doen jullie mee met extreem rechts? Geen pijl, geen stijl. Nou ja, we doen niet mee in de zin van dat we meer meedoen met hun dan met anderen. Wij praten in principe met iedereen. Als iemand een interview af wil nemen, zeggen we eigenlijk tegen iedereen ja. En dat komt ook omdat we niet voor eigen parochie willen preken, alleen maar. Dus inderdaad, bij geen stijl komen mensen die hebben veel minder op met burgerrechten dan wij, om het maar zo te zeggen. En juist met die mensen willen we in gesprek. Je moet met de mensen in gesprek die van je afstaan, want dan kan je elkaar begrijpen. En dat is de enige manier om als samenleving verder te komen, denken wij. Maar denk je dat dat soort mensen luisteren of hebben die eigenlijk al hun mening klaar? En die willen verder niet van een ander wat horen? Dat hangt er vanaf. Sommige mensen die zul je nooit overtuigen. Maar die mensen die je misschien nog wel kan overtuigen, die zoeken we natuurlijk ook op. Oké, de tweede vraag daar van Dree dan. Waarom doen jullie mee met notoren privacy schenders zoals geen pijl en geen stijl? De harde realiteit is eigenlijk wel dat alle media privacy behoorlijk heftig schenden. Bijna alle media hebben tracking cookies op hun site staan. En anders dan zou je met niemand meer kunnen praten. En ook hiervoor geldt, als je alleen maar praat met de mensen die hun privacy al helemaal op orde hebben... dan hoef je ze eigenlijk al niet meer te overtuigen. En we willen juist met de mensen in gesprek die dat misschien nog niet zo goed hebben... zodat we die ook kunnen helpen om hun privacy beter te beschermen... en om ze te overtuigen dat het echt wel belangrijk is.
En natuurlijk ook om te voorkomen, we kunnen ook vertellen hoe je met adblockers kan voorkomen dat als je privacy wordt geschonden door die websites, dat je dus met die adblockers kan voorkomen dat je privacy wordt geschonden. Dus ook daarom is het juist extra belangrijk om met de mensen die op die websites komen te praten. Oké. Maar als je het nu hebt over de mens van geen pijl en geen stijl, en dan vraag je, als je nou stel je voor een heel gek punt, je komt in de Kamer, je krijgt 6 zetels en je wordt gevraagd voor een coalitie met Wilders. Nou, dat lijkt me er niet echt in zitten. Nee. Ik kan me niet voorstellen hoe we met Wilders een gezamenlijk beleid kunnen vinden. Maar die staan toch veel dichter bij het gedachtegoed van de eerste? Van bij welke geen eerste? Stijl en geen pijl. Dan... Ja, Wilders staat er dichterbij dan ons, ja. 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 Dus dan in principe is dat eigenlijk hetzelfde deeg een beetje. Ja, maar ik heb liever dat die mensen die dan daar komen, dat die ook luisteren hoe het anders kan. In plaats van dat ze de hele tijd alleen maar hetzelfde horen. Want dan worden ze versterkt in hun denkbeelden. Dus ik confronteer ze liever met andere denkbeelden, hoe het veel beter zou kunnen. Oké. Nou, dan gaan we over naar Ellie. Waarom lopen jullie achter een aantoonbare racist, bedreiger en aanrander aan? Jan Roos wordt hier genoemd. Ik zou niet weten waarom wij achter Jan Roos aan zouden lopen. We zijn het juist op een heleboel punten helemaal niet eens met Jan Roos. Dus ik snap die vraag in die zin niet zo heel erg goed. Dat niet. Jullie hebben geen alliantie met Jan Roos of overleggen of weet ik dan ook. Of... Nee, zeker niet. Nee. Okay. André. Heb gezegd... wacht even hoor, ik heb de verkeerde. Reno, hoe komt het dat onlangs een deel van de partij naar de aantoonbaar extreemrechtse racistische partij van Baudet wilde overlopen? Nou, er waren een paar bestuurders. Was eigenlijk de partij ontevreden over. De leden van de partij ook. Er zou die avond een gesprek gaan plaatsvinden waarin ze waarschijnlijk zouden worden gaan weggestuurd, omdat bemiddelingspogen niet lukte. En die ochtend daarvoor zijn ze opgestapt. Nou, dat is natuurlijk spijtig. En voor de rest vind ik het ook heel lastig te rijmen dat ze dan zeggen dat ze lid worden van die partij, omdat die gewoon zo ver van ons afstaat op een heleboel punten. Dus ik vraag me af hoe ze dat hebben gedaan. En ik kan natuurlijk alleen maar gokken naar een beweegredenen. Maar het is inderdaad een hele vreemde keuze. Een beetje pesten misschien? Dat zou zomaar kunnen. Dat zou je natuurlijk eigenlijk aan hen moeten vragen. Ja, want het gekke is, als je bij jullie van je gedachtegoed vandaan komt, dan lijkt mij toch heel apart om je aan te sluiten bij zo'n heel rechts clubje. Wat eigenlijk toch het establishment nog steeds in het zadel wil houden. Ja, want wij zijn veel meer bezig met verbinden en zij lijken daar veel minder mee bezig. De enige overeenkomst die ik nog zou kunnen zien is dat zij ook wel eens wat over democratie zeggen natuurlijk. Maar zij doen dat via referenda. Maar referenda vinden wij weer een hele beperkte manier. Referenda zijn eigenlijk een noodrem. En die heb je volgens ons ook nodig. Maar wij willen niet alleen een noodrem, wij willen ook kunnen sturen. En daarom willen we ook juist e-democratie, zodat mensen vooraf mee gaan praten over van wat wil je eigenlijk. Maar is het gevaar van referenda, hè? Is dat niet dat je zeg maar bepaalde mensen in de bevolking hebt die kwaad zijn, boos zijn, zoals je nu ziet bij de verkiezingen. En dan staat er iemand op en die gaat roepen, in dat geval minder Marokkanen, nou dan gaan we een referenda doen van de Marokkanen moet eruit. Is dat ook niet een gevaar? Ja, daarom moet je dus mensen vanaf het begin af aan laten praten met elkaar. En we hebben dus e-democratie en burgerfora. En het een is online en het ander is offline. Dus dat je gewoon in een zaaltje bij elkaar komt. Mm. Maar in beide gevallen ga je eerst met elkaar in gesprek. En ga je discussiëren wat zijn de beste ideeën, wat zijn de voor- en nadelen van de ideeën. En op die manier komen de beste argumenten en de beste ideeën komen bovendrijven. En dan gaat er dus eerst een heel proces aan vooraf voordat je die beslissing maakt. En daarom vinden wij referenda dus echt heel erg beperkt. En het is alleen maar nuttig als een noodrem. Dus dat politici iets doen, dat eigenlijk mensen daar het massaal niet mee eens zijn en dat ze dan die politici kunnen corrigeren. Dus die noodrem. Maar dus, we vinden dat sturen veel belangrijker dan die noodrem. Dat is eigenlijk waar veel meer de nadruk op zou moeten liggen. Dus dat Oekraïne-geval, dat had eigenlijk niet hoeven gebeuren? Nou, dat was natuurlijk wel een noodrem voor een Oekraïne-verdrag waar een heleboel dingen mis mee waren. Ik vind het is een hele lastige kwestie, ook omdat het vrij ingewikkeld is. Er zitten voor- en nadelen aan. Maar de Oekraïne wordt wel een beetje in de uitverkoop gedaan. Dus er vielen een heleboel dingen op aan te merken. Want dan wordt Oekraïne bijvoorbeeld overgesteld voor het schaliegas van Shell.
Dus maar in daar die gaat het toch allemaal om? Het gaat toch helemaal om de grondstoffen die Oekraïne heeft? Ja, klopt. Daar gaat het voor een groot deel om. Dus ik vind het niet erg dat er dan een noodrem in het leven wordt geroepen... om te kunnen zeggen van nee, dat willen we niet als bevolking. Maar is het ook niet een beetje dat men... nu pissig is op de regering die er op het moment is. En daarom, nou, ik wil ook de politiek in, dus ik ga maar een referenda gooien. Ja. En ik ben een bekende Nederlander en men loopt wel achter mij aan. Ja, dat is natuurlijk voor een gedeelte wat er gebeurde. Kijk, wij vinden het dus veel belangrijker dat mensen dan gevraagd gaat worden van... ja, wat wil je dan wel met zo'n verdrag? Wil je zo'n verdrag echt helemaal niet? Of denk je dat het verdrag er gewoon anders uit moet gaan zien? Willen jullie echt geen contact met Oekraïne? Of willen jullie alleen geen contact met Oekraïne onder deze voorwaarden? En laat mensen dan zelf schrijven aan hoe dat verdrag er wel uit zou kunnen zien. Want je kan ook een verdrag schrijven voor eerlijke handel. Je hebt bijvoorbeeld als alternatief voor TTIP en CETA en dat soort handelsverdragen... heb je ook het Alternative Trade Mandate. En dat is geschreven door een groep mensen en organisaties... die gewoon best wel handelen, maar dan gewoon eerlijke en duurzame handel... met die landen. En zo zouden wij dat graag ook zien. En met alle handelsverdragen dat burgers en NGO's... dat die gewoon kunnen meeschrijven aan dat soort verdragen... en dat we dan inderdaad een verdrag krijgen wat goed is voor iedereen. Dus democratisch. Democratisch, inderdaad. Ja. Want het grappige is, een heleboel mensen die je dan spreekt... die zeggen, ja, dat komt, ze willen meteen dat Oekraïne bij de EU komt. En daar ging het dus helemaal niet over. Nou, dat verdrag ging er niet over. Het is natuurlijk, ergens kan je ze nog wel gelijk geven dat het een stapje dichter bij de EU is. Als je zo'n verdrag hebt, is het vervolgens makkelijker om daarna bij de EU te gaan komen. Maar dat verdrag zelf ging daar in principe helemaal niet over. Maar hebben wij ook niet zo'n verdrag met Saoedi-Arabië bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Daar had misschien wel een betere referenda over kunnen zijn. Ja, inderdaad. Want als je kijkt van wat voor mensenrechten schendingen er in Saoedi-Arabië zijn... dan moet je daar een heleboel vraagtekens bij stellen. We gaan over naar de volgende vraag. Bent u bereid zich te distancieren van een referendum dat niet meer was dan een reclamecampagne voor een fascistoïde telegraafdochter? Nou ja, we hebben het er net over gehad. Ja, ik vind het niet erg dat het referendum gehouden is. Als je kijkt hoe zij er van hebben geprofiteerd en hoe zij daarmee om zijn gegaan, dan kan je daar natuurlijk een heleboel op aan te merken hebben. Maar het feit dat het referendum gehouden werd, dat vind ik niet erg. Nee, oké. Okay. Je bent voor het referendum, maar je bent er wel voor op een manier dat democratisch gaat. Ja, en ik heb dus veel liever dat er gevraagd wordt van hoe zou zo'n verdrag uit moeten zien of wil je het echt niet. Maar dat het veel meer is dan een ja-nee vraag. Dus echt dat sturen in plaats van alleen maar een noodrem. Bij ieder land wat er nu bij komt, gaan we daar een referendum over houden? Nou, ik zou dus veel liever hebben dat we daar via een e-democratie systeem over gaan beslissen op wat voor manier we met dat land willen samenwerken. Of via burgerfora. Dus dat mensen zelf gaan praten over hoe die samenwerking eruit moet gaan zien. In plaats van alleen maar zeggen ja of nee tegen een samenwerking waar we helemaal niet over kunnen meepraten. Hoe die er dan uit gaat zien. Maar is dat niet moeilijk omdat er ook andere belangen meespelen? Bijvoorbeeld NAVO. Dus je krijgt toch altijd dat dingen gaan botsen met elkaar. Ja, dat is altijd zo. En hoe je die belangen tegen elkaar afweegt. Dat moeten we dus volgens mij met z'n allen beslissen. En niet een klein groepje mensen. Oké. Reno die vraagt, hoe komt het dat... Ja, ik laat je nog niet los daarmee. Hoe komt het dat onlangs een deel van de partij... naar de aantoonbaar extreemrechtse racistische partij van Baudet wilde overlopen? Want ja, dat is hetzelfde verhaal. Ja, die had ik al net gevraagd. Ja. Wacht even, ik kwam in de war door die... Tja. Waarom endorsen jullie een aantoonbare oorlogsmisdadiger... en dictator als Poetin en zijn Nederlandse aanhang? Nou, dat is dan weer even de andere. Volgens mij zijn we geen aanhang van Poetin. Ik heb juist een heleboel kritiek op Poetin. Ik vind het belachelijk dat hij bijvoorbeeld allerlei mensenrechtenorganisaties verbiedt. En dat hij het internet massaal bespiedt. En vandaag heb ik toevallig weer gelezen dat hij LinkedIn had verboden... omdat zij hun data niet op servers in Rusland willen zitten... zodat de geheime dienst in Rusland al die data kan bespieden. Dus ik heb juist heel veel kritiek op Poetin. Krijgen we dat hier in Nederland ook niet? Dat de geheime dienst, wat heb je vandaag gezien van journalisten? Ja, dat is die wet inlichting en veiligheidsdiensten volgens mij. Dat, een sleepnet. Ja, dat is een groot sleepnetmethode. En dat wordt inderdaad, dus voor journalisten geen goede uitzondering. En sowieso zouden die inlichting en veiligheidsdiensten niet via een sleepnetmethode moeten werken. Wat er nu gebeurt is dat we inderdaad via die sleepnetmethode gaan we gewoon iedereen bespieden. En dat betekent dus dat je vooral extra onschuldige mensen gaat bespieden. Als je surveillance doet, dan moet dat natuurlijk gerichte surveillance zijn.
dat je alleen maar via recherchewerk gaat kijken wie moet ik in de gaten houden. Dat je vervolgens die mensen in de gaten gaat houden. En sorry, wat we nu doen... Misschien ben ik heel erg een leek daarin, maar wat is sleepnet? Een sleepnet, dat is een soort van net. Dat gooi je op de bodem van de zee. En dan rat je gewoon echt alles weg. Dus ook allemaal goede planten en dingen. Kleine en vissen maak je, met goede vissen, met grote. En maak je eigenlijk echt alles helemaal dood, alleen maar om een paar vissen te vangen. En wat je moet doen is natuurlijk gericht gaan vissen. Dus daar komt die metafoor vandaan. En wat je dus met die surveillance moet doen, is alleen de mensen in de gaten houden die je echt in de gaten moet houden. En nu creëer je eigenlijk zo'n grote hooiberg met gegevens van onschuldige mensen, dat je er nooit meer iets nuttigs tussen kan vinden. Mm. Dus je maakt die hooiberg zo groot dat je een speld moet gaan zoeken, maar een breinaald zou je nog niet kunnen vinden, omdat je alleen maar onschuldige mensen in de gaten houdt. En het gevaar dat je journalisten hun bronnen blootgooit. Ja, daarmee wordt het natuurlijk voor klokkenluiders ongelooflijk lastig. Ja. Dus daar zijn we heel erg kritisch over. We willen klokkenluiders juist beter beschermen en ook belonen, omdat ze vaak hele grote risico's nemen. Dus nog even terug naar Poetin. Jij neemt duidelijk afstand van Poetin. Ja. En neemt je partij dat ook? Ja, ook. Ja? Ja. Maar we nemen meer afstand van beleid dan van personen natuurlijk. Mm-hmm. Nee, maar omdat Poetin dan gezien wordt als een oorlogsmisdadiger en dictator. In ieder geval een dictator. Oorlogsmisdadiger zou ik de definitie moeten nagaan. Maar ik bedoel, hoe die bepaalde... hoe die Krim in één keer uit het niks heeft ingenomen... Dat is natuurlijk niet oké, nee. Ja, Nederland heeft natuurlijk een lange historie met oorlogsmisdadigers. Daar hoef ik enkel maar zelf in de eigen geschiedenis van Zuid-Amerika te kijken. Ja, ja, klopt. Want die hebben allemaal heel erg gesteund. Dus wat dat dan gaat... Goed, we gaan over naar Julie. Wat gaan jullie de komende tijd doen om het opkomende racisme en fascisme te bestrijden en mensenrechten van minderheden te garanderen? Nou, sowieso door alle mensen gewoon als mensen te zien en daar geen verschil in te maken. Dus die discriminatie die er steeds meer in komt, moeten we echt vanaf. Bijvoorbeeld ook van etnisch profileren. En voor de rest ligt de kern volgens mij echt in verbinden. Dus zorgen dat mensen met elkaar in gesprek gaan en dat je ook zorgt dat mensen naar elkaar luisteren. Dus daarom zijn we bijvoorbeeld ook zo geïnteresseerd in die burgerfora. Dat mensen in een zaaltje komen en dat ze elkaar kunnen zien en dat ze naar elkaar kunnen luisteren en dat ze elkaar kunnen aanraken. En dat ze dan vervolgens gaan praten van hoe willen wij samen dingen oplossen. En uit experimenten blijkt dan ook dat mensen eigenlijk heel veel willen inschikken en dat ze veel meer bereid zijn te luisteren naar de ander. Dan als je bijvoorbeeld zo'n referendum hebt waarin gewoon twee groepen een campagne gaan voeren en dat er alleen maar meer afstand wordt gecreëerd. Maar je zegt over dat mensen die discriminatie en racisme tegen te gaan. Maar is daar al niet het gevaar wat begint bij buurten die niet geïntegreerd zijn, waarin mensen een bepaald grachtengordel of mensen en die een bepaalde studie gedaan hebben. En dan heb je toch weer de mensen uit de mindere buurten. Dus hoe krijg je die bij elkaar? En het is heel moeilijk, want het wekt aan alle kanten wekt het natuurlijk racisme op. Nou, volgens mij werkt het vooral racisme op als je mensen niet kent. Volgens mij juist als je maar niet... Maar die leren ze niet kennen op deze manier, dat is het probleem. Nee, dus dan moet je zorgen dat mensen wel met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld door wat te organiseren waar juist alle mensen welkom zijn. En waar ook mensen van verschillende soorten groepen het leuk vinden om heen te komen. Is het ook niet zo dat racisme in stand wordt gehouden door bepaalde systemen? Als je dan bijvoorbeeld neemt aan etnisch profileren. Ja. Dat eigenlijk ook uit de maatschappij moet gewerkt worden, veel meer op de focus. En natuurlijk is samenwerking een belangrijk ding. Maar ik denk ook dat er een groot stuk is van het onkennen van systemen die bestaan. En privileges die er nou eenmaal zijn voor bepaalde groepen en voor andere groepen stukken minder. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk de eerste stap. Dus daar had ik het inderdaad net ook over. Dat je gewoon als eerste natuurlijk als overheid stopt met de discriminatie die er al is. En dat je ook onderkent dat er af en toe door ambtenaren of door mensen in overheidsfunctie in ieder geval gediscrimineerd wordt. En dat je dat ook aanpakt. Is het gevaar niet als wij verkiezingen gaan krijgen? En dan krijgen we een regering die waarschijnlijk uit totaal rechtse signatuur gaat bestaan. Is het dan niet zo dat we eigenlijk meer racisme gaan krijgen? Nou, ik zou mensen aanraden om niet op die partijen te stemmen die dat willen. Ja, zeg dat nog eens een keer. Ja, nee, maar natuurlijk, dat kan gebeuren. Maar ik hoop echt van harte dat het niet gebeurt. En dat mensen op partijen stemmen die juist mensen willen verbinden. En die dat racisme en die discriminatie willen tegengaan.
Want vandaag had ik nog een discussie met iemand op Twitter. Die zei dat ik heel simplistisch was. Omdat ik dus zei dat al de ellende wat uit minder... Hè, van Marokkanen bijvoorbeeld komt vaak voort omdat er armoede is. Omdat er problemen zijn. Mensen krijgen geen werk. Zijn af en toe heel hoog opgeleid, goed geschoold. En toch krijgen ze geen werk. En ja, dan krijg je dus een probleem. En dan ga je ook omgekeerd witte mensen... die niet gestudeerd hebben, niet hoog opgeleid zijn... maar ook geen werk krijgen, die gaan er weer in de tegen van... ja, hun pikken ons alles af, terwijl die anderen net zo min aan de bak komen. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk heel jammer dat het zo gaat. Want er zijn verschillende mensen die het moeilijk hebben. En in plaats van dat die mensen eigenlijk... dan als ze al boos worden, dat ze boos worden op de elite die het ze zo moeilijk maakt... Wordt er eigenlijk voor gezorgd, ook door bepaalde campagnes, dat ze tegen elkaar worden opgezet. En dat ze zich heel erg, dat ze boos worden op elkaar en bang worden voor elkaar. Terwijl ze zijn allebei slachtoffer van de situatie. En dan moeten ze niet met elkaar gaan ruzie maken of bang worden voor elkaar. Maar ze zouden zichzelf juist moeten verenigen. En zorgen dat je kan samenwerken. En dat je dan ook weer samen kan zorgen dat je een betere situatie krijgt. In plaats van het kleine groepje mensen wat nu aan de top staat. En wat het nog steeds heel erg goed heeft ten koste van die mensen. Maar ja, die denken ook verdeel en heers. Ja, dat denken die mensen aan de top wel. Ja. Want dus, daardoor hebben hun een goed leven en de anderen niet. Ja, ja, maar goed, om die reden zijn wij er dus vooral mee bezig als Piratenpartij. Om te zorgen dat het veel makkelijker wordt om coöperaties te stichten. En dat mensen samen kunnen werken. En dat ze niet meer afhankelijk zijn van de top om samen een betere situatie te krijgen. Maar we zijn heel erg bezig met empowerment. Zorgen dat mensen samen voor zichzelf op kunnen komen. Een beetje op het Zuid-Amerikaanse systeem. Zoals je kleine communes hebt die zeg maar coöperatieven op gaan leveren. Waardoor mensen allemaal een gedeelte uitkrijgen. Precies, ja. Ja, op die manier. Inderdaad, en mensen zijn dan. Je kan dan bijvoorbeeld een gezamenlijk bedrijf hebben waar iedereen mede-eigenaar van is. Ja. Dus dat iedereen ook profiteert van de opbrengsten van het bedrijf. En niet alleen maar de directeur of het bestuur. Oké. Nou, daar komt-ie. Moet toch vragen. We gaan naar 5 december. Waar staat de Piratenpartij in zaken Zwarte Piet? We vinden dat het in principe iets is wat gemeenten zelf moeten uitzoeken. Maar er zitten in Zwarte Piet, zoals we die kennen, zitten natuurlijk racistische elementen. Dus wij denken wel dat die gemeentes daar dan een conclusie uit zouden moeten kunnen trekken. Gemeentes, maar gaat er ook niet meer over dat wij als mens een andere bevolkingsgroep waar wij mee leven op zo'n manier neerzetten? Ja, daar zijn wij ook kritisch over inderdaad. Want het is toch eigenlijk een beetje gek, hè? Want de witte, die doet altijd maar de Chinees, de Indiaan, de neger, de wat heb ik nog meer? Ja. Hè? En dat wordt altijd met carnaval, mag dat allemaal? Dus ik vind je niet dat gewoon eigenlijk er een hele omslag moet komen in de maatschappij? Zodat en dat is de kern. Die omslag in de maatschappij moet komen. En dan willen mensen dat op een gegeven moment ook niet meer. Maar ook hier zie je nu dat verschillende groepen eigenlijk tegen elkaar worden opgezet. En dat er alleen maar minder begrip komt in plaats van meer begrip. En als mensen meer echt met elkaar in gesprek zouden gaan, dan zouden ze ook zien waarom dat mensen pijn doet. En dan denk ik dat je dat ook niet meer wil. Ik heb gekeken naar jullie lijsten van mensen die meedoen. En dat zijn toch overwegend blanke, of witte in dit geval, jonge mensen. Ja. Ja, inderdaad. En daar kunnen we zelf op een bepaalde manier heel erg weinig aan doen. We willen juist niet discrimineren. En daarom hebben we ook gewoon een vacature opengesteld. En is het aan iedereen vrij om daarop te reageren. Maar dan zie je toch dat bepaalde groepen daar iets meer in naar voren komen. En dat vinden we zelf ook heel erg jammer. We hopen eigenlijk dat andere mensen zich daar ook voor aanmelden. Dus ik zou ook iedereen echt willen oproepen van kom erbij en doe er wat aan. Want iedereen is bij ons welkom om mee te doen. Maar komt dat misschien omdat het nog niet zo heel erg bekend is wie en wat jullie zijn in bepaalde kringen? Kijk, in jullie eigen kringen en vooral mensen met internet die weten wat er zich speelt, vooral de vrijheid van internet en dat soort dingen. Die weten het wel, hackers bijvoorbeeld. Maar zeg maar de gewone mensen in de straat, die weten niet veel of de Piratenpartij. Ja, klopt. Het is als beginnende politieke partij ook heel lastig om veel media-aandacht te krijgen. Dus daarom is het nog steeds een redelijk kleine groep mensen die ons kent. En nog een veel kleinere groep die weet waar we echt voor staan. Dus daarom vinden we het ook heel erg leuk om hier te zitten. Nou, prima. En jullie hebben je kans om je uit te spreken. Of jullie zijn in het midden. Maar ik denk dat we nu even een muziekje er tegenaan gooien.
Yes, dat doen we. Ik heb een paar al klaarstaan. Oké. En we zijn straks weer terug. Oké, tot zo. Yeah, Joint Radio. Mijn naam is nog steeds 9G Music en het is de Joint Politics vandaag, dus Anaïs, jouw het woord. Dankjewel. En we zijn weer terug met... Matthijs Pontier van de Piratenpartij. Juist. Nou, we hebben net al een hele tijd zitten praten over de Piratenpartij en een afgescheiden gedeelte die overgegaan is naar Jan Roos en zijn partij. Dus dat hebben we achter de rug. Drie mensen van een stuk of 1000. Oké. Dan gaan we over naar een ander. En dat was naar Forum voor Democratie trouwens, niet naar Jan Roos. Oh nee? Nee. Oké. Maar goed, ze zijn allebei een beetje even erg wel. Dus in die zin... Allebei een zootje. Goed, die neem ik van mijn rekening. Sans regime. Bottom-up democratie. In het programma wordt gesproken over burgertoppen, geloten groepen burgers en online platforms. Verzandt het democratisch proces hiermee niet in een digitale bureaucratie, misschien zelfs in een digitale dictatuur? Nee, het wordt juist een heel zelforganiserend systeem, waarin iedereen evenveel input kan hebben. Iedereen die heeft dezelfde mogelijkheden om mee te doen. Dus je hebt niet een klein groepje gekozen politici dat voor iedereen gaat beslissen. Iedereen die een goed idee heeft, kan gewoon dat idee daar posten, bijvoorbeeld bij de e-democratie dan. Iedereen die kan meediscussiëren over de ideeën omlaag en omhoog en omlaag stemmen, argumenten voor en tegen geven, die argumenten ook omhoog en omlaag stemmen. En op die manier heeft dus iedereen dezelfde mogelijkheden om zijn ideeën naar boven te krijgen. En met die burgerfora, dat heeft op een bepaalde manier zelfs nog meer voordelen. Dus dat is inderdaad met die loting. Dus iedereen die heeft evenveel kans om uitgeloot te worden. Als je een loting met afspiegeling erachterna doet, dan krijg je ook nog dat als bijvoorbeeld alleen maar blanke, witte mannen van middelbare leeftijd mee willen doen, dat die wat minder kans hebben om in die tweede loting eruit te kiezen. Dus dat alle groepen evenveel vertegenwoordigd worden. Dus dan zit dat er ook nog in. En dan ga je ook samen bepalen wat de beste ideeën zijn. En omdat je dan ook nog eens echt naar elkaar luistert, dat gaat natuurlijk nog iets beter dan via internet, komen daar ook eerst hele goede dingen uitrollen. En dat blijkt ook in de praktijk. Bijvoorbeeld met die burgervoorraadje, dat zelfs in Texas, dat is een beetje de laatste plaats waar je windmolens verwacht, gingen mensen bij elkaar komen in die burgerfora. En toen kwamen ze er toch samen op uit dat die windmolens eigenlijk heel erg goed voor iedereen zijn daar. Dus dat iedereen er profijt van had en dat ze dat toch zijn gaan doen. Dat was in een normale politieke systeem nooit had het kunnen gebeuren. Klinkt heel mooi, maar krijg je toch ook weer niet dat op een bepaalde manier mensen die erg betrokken zijn, mensen die een bepaalde opleiding hebben, zich daarin wagen? Daarom is die loting met afspiegeling dus zo belangrijk. Dat je op die manier kan zorgen dat alle groepen echt even vertegenwoordigd zijn. En wat je zag met die e-democratie in Reykjavik in IJsland, daar zijn jongeren zijn minder vertegenwoordigd in de politiek. Dat is eigenlijk op een heleboel plaatsen zo, ook in Nederland. En je zag daar dat mensen uit alle lagen van de bevolking gingen eraan meedoen, maar jongeren net ietsje meer. En dat waren net ook de mensen die wat minder vertegenwoordigd waren in het traditionele politieke systeem. Dus op die manier vulde het elkaar juist heel erg goed aan en zorgde het dat iedereen echt goed vertegenwoordigd was. Maar dan zeg je bijvoorbeeld lagen van de bevolking. Ja. Maar dan komt iemand zich aanmelden voor iets. Maar wat ga je dan doen? Ga je vragen wat is uw afkomst? Wat is uw opleiding, hoogstgenoten opleiding? Zeg maar een soort statistiek erop nahouden. Dat zou kunnen. Dat is daar gedaan omdat mensen natuurlijk wouden onderzoeken hoe goed dat werkte. Dus dan is het belangrijk om dat soort vragen inderdaad te stellen. En als je die burgervoorraad doet, dat je loting op basis van afspiegeling doet op het eind, dan moet je het inderdaad aan mensen vragen, anders kan je die stap niet maken. Nee, want anders kan je heel naar gevolgen hebben natuurlijk. Ja, kijk, als je alleen maar een bepaalde groep mensen krijgt die daarin vertegenwoordigd is, en die zijn helemaal geen goede vertegenwoordiging van de totale bevolking, dan krijg je dus dat bijvoorbeeld als alleen maar blanke mannen van middelbare leeftijd zouden zijn, dat alleen die voor iedereen heb alles gaan beslissen. Heb je het over de regering nu? Nou, in de regering gebeurt het natuurlijk eigenlijk een beetje. En ja, dat kan dus stukken beter. En daarom komen we juist met de ideeën om dat beter te maken. Oké. Mark Buchner, met betrekking tot de Piratenpartij.
Jullie willen graag een duurzame samenleving en erkennen dat de veehouderij veel gassen uitstoot die slecht zijn voor het milieu en voor de opwarming van de aarde. Maar er staat ook in jullie programma dat boeren zoveel vee mogen houden als ze zelf willen. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Volgens mij staat dat niet in ons programma. Maar er staat waarschijnlijk ook niet dat we een limiet op willen leggen. Volgens mij gaat het er namelijk om dat je op een duurzame manier landbouw hebt. En dat je dat stimuleert. En dat kan je of op een grote schaal doen of op een kleine schaal. We maken best wel een keuze in ons programma voor op een kleine schaal. We hebben liever dat alles veel decentraler is. En we willen bijvoorbeeld ook een heleboel dingen makkelijker maken voor kleine bedrijven. En juist moeilijker voor grote bedrijven. Maar we zijn niet zo van het verbieden. Dus als je een groot bedrijf hebt, je kan het op een hele duurzame manier doen. En je kan zorgen dat je minder broeikasgassen uitstoot dan bijvoorbeeld 100 kleine boerderijen. Dan zijn we daar niet per definitie tegen. Maar we denken wel dat het met kleine boerderijen een stuk makkelijker kan. En dat je dan minder machtsconcentratie hebt. Ja, dus ook als je één heel groot bedrijf hebt, dan is de kans groter dat ze zich op een slechte manier gaan gedragen. Kapitaal, daar zat ik net aan te denken. Ja, en daarom maken we juist keuzes die het aantrekkelijker maken om meerdere kleine bedrijven te hebben. Want dat is juist wel waar we naartoe willen. Maar niet via verbieden, maar juist via het stimuleren van die kleine bedrijven, dat makkelijker voor ze is. En stimuleren met subsidie? Dat zou in bepaalde gevallen kunnen. Maar wat ik hier meer toepasselijk vind is bijvoorbeeld dat we belasting willen verleggen van grondstoffengebruik of naar grondstoffengebruik. Dus dat je minder belasting hebt op inkomstenbelasting. Dus als je gewoon ergens werkt, dan wordt er minder belasting gegeven. Maar als je grondstoffen gebruikt of je vervuilt dingen, dat je dan wat zwaarder wordt belast. Maar dus, dat doen veehouders toch? Inderdaad, dus daar zou wat meer belasting op komen te liggen. Dus als je vervuilende veehouderij hebt, dan zouden die wat meer belasting moeten betalen. En als je juist meer dingen doet door meer mensen te laten werken, dat je dan minder belasting betaalt. Omdat er is minder inkomstenbelasting. Dus het allemaal groen houden. Ja, inderdaad. Dat wordt in ieder geval aantrekkelijker gemaakt. Want als je het groen houdt, dan betaal je minder belasting. Daar komt het op neer. Oké, en TTP, hoe staan jullie daar tegenover? TTIP. Ja, nou, dat is dus een handelsverdrag waarbij er eigenlijk heel veel macht komt te leggen bij een aantal grote bedrijven. Dus daar zijn we heel erg kritisch over. We hebben ook al vanaf het begin af aan, voordat andere politieke partijen dat deden, hebben we al meegedaan aan de protesten hiertegen. En ja, kijk, we hebben het er al over gehad eerder in de uitzending. We vinden handel prima, maar dan moet het op een eerlijke en duurzame manier. En dan moet iedereen er evenveel kans over hebben om daarover mee te praten. Dus zoals bijvoorbeeld in het Alternative Trade Mandate. En dus niet dat je alle macht bij bedrijven gaat leggen. En dat een paar grote bedrijven gaan zeggen van oké, wij vinden deze standaarden wel prima. Dus misschien is het ongezond, maar jammer voor de bevolking. Want wij kunnen op deze manier het meeste geld verdienen. Dat vinden wij verschrikkelijk. Dat moeten mensen gewoon zelf kunnen beslissen. En ook bijvoorbeeld milieuorganisaties, die moeten daarin mee kunnen praten. En mensenrechtenorganisaties. Nou, het is eigenlijk al jaren zo gegaan. Hè? Bedrijven als Shell bijvoorbeeld in Afrika, wat ze daar doen. De bevolking vergiftigen. Of wat we laatst weer hadden met vervuilde benzine was dat, meen ik. Ja, en dan heb je ook nog die investeringsverdragen. Dat als een regering zegt van, hé, we vinden het eigenlijk niet oké dat jullie dat doen. Dus we maken een nieuwe wet om de bevolking te beschermen tegen jullie vervuiling. Of de mensen te beschermen tegen jullie mensenrechten schendingen. Dan met die investeringsverdragen moeten ze een hele grote boete betalen. Van soms miljarden euro's aan dat soort bedrijven. Dus dan kun je dat eigenlijk niet doorvoeren. Nou, dat kan natuurlijk nooit zo zijn. Nee. Maar ja, dingen gebeuren. Ja, nu nog wel. En dat willen wij dus veranderen als Piratenpartij. Daarom zien we dat graag heel anders. Prima. We gaan over naar Bernie. De PP maakt zich sterk, of de Piratenpartij maakt zich sterk voor individuele vrijheid. Ja. Hoe willen jullie de zorg financieren en inrichtingen? We zijn een voorstander van het Nationaal Zorgstelsel. Er wordt nu gedaan alsof de zorg een markt is, maar dat is het natuurlijk niet. Als je een operatie nodig hebt, heb je gewoon een operatie nodig. En omdat zorg een recht is, moet er gewoon een zorgverlener die operatie ook geven. En dat is ook goed. Maar nu wordt er gedaan alsof het een markt is, terwijl dat helemaal niet zo is. Want een operatie is wat anders dan een telefoon. Je kan niet zeggen van, ik heb een hartoperatie nodig, maar ik neem in plaats ervan een nieuw been. Want dan ga je gewoon dood. Ja. Dus daarom willen we een nationaal zorgstelsel, waarbij gewoon van belastinggeld geld wordt geïnd om de zorg te betalen. Dus niet via een aparte verzekering. Dus dat is veel simpeler.
En dat ook gewoon, dus met z'n allen brengen we dat geld op voor die zorg. En niet meer via verzekeringen die lijken met elkaar te concurreren, maar die toch allemaal hetzelfde moeten aanbieden. En dat daar ook gewoon de zorg voor wordt betaald. Dus dan heb je geen geldverspilling meer aan allerlei administratie. En je hebt geen geldverspilling meer aan al die reclames voor zorgaanbieders. En het hele overstapcircus. Dat is alleen maar verspilling van geld. En ja, alles wat er dan voor zorg wordt binnengehaald, dat wordt ook echt aan zorg besteed. Ja, want het schijnt dat niet eens veel mensen overstappen. Nee, klopt. Er zijn niet zo heel veel mensen die overstappen. Nee. En dat is niet zo heel raar, want ze moeten toch allemaal hetzelfde product aanbieden, om het zo maar te zeggen. En hoe vind je het van de privacy schending wat nu gebeurt? Dat eventueel dat zorgverzekeringen zouden kunnen kijken in dossiers van mensen? Ja, die schending van het medisch beroepsgeheim. Ja, dat is iets waar we echt heel erg campagne op voeren, want dat vinden we verschrikkelijk. Als je je arts niet meer kan vertrouwen omdat het in een medisch dossier terechtkomt, en die arts kan er op een gegeven moment ook niks meer aan doen als die verzekeraar gaat meekijken. Om ook nog eens een probleem wat eigenlijk niet bestaat op te lossen. Het gaat dan om fraude, dat is 0,002% van het totaal. Heel weinig. Dat is echt bijna helemaal niks. Dus daarom hebben we ook een actie met de website blijfuitmijndossier.nl. Dus als je naar blijfuitmijndossier.nl gaat, dan kan je via daar eerste Kamerleden mailen om te zeggen dat je dat medisch beroepsgeheim echt belangrijk vindt. Dat verzekeraars niet zomaar in je patiëntendossier mogen kijken. En dat ze dus die eerste Kamerleden tegen die wet moeten stemmen. Prima, die kunnen we ook nog even op onze pagina zetten op Facebook. Ja. En dan kunnen mensen dat tekenen. Zeker, ik heb hem al getekend, want ik kende hem. Ja, je kan, er zijn en petities en je kan Eerste Kamerleden mailen. Okay. Dat zijn twee verschillende dingen, ja. Nou, hartstikke goed om dat te doen. Dus dan weten we ook hoe je staat in de gezondheidszorg. Maar daar heb ik er nog één over. Gezondheidszorg. Hoe zit het met beter loon en meer handen? Heeft Piraatpartij ook een strategie voor deze meer praktische zaken binnen de gezondheidszorg? Ja. De zorg is een belangrijk basisrecht, dus daar moet gewoon aan worden voldaan. En ik denk onder andere door naar zo'n zorgstelsel te gaan waarin er minder wordt uitgegeven aan bureaucratie. En dan hou je dus meer geld over voor inderdaad handen. Is het niet zo dat het hele systeem op het moment enkel maar draait om geld maken? Of je nou de zorg hebt of je gaat naar de veehouderij of naar grote bedrijven. Ja. Unilever weet ik wat allemaal niet meer. Ja, klopt. En zeker in dingen wat eigenlijk publieke diensten zijn, zoals de zorg of het onderwijs, is natuurlijk heel raar. Maar dat is gewoon dat is geen markt. Dat is gewoon een dienst waarvan we met z'n allen vinden. Dat is een basisrecht. Daar moeten we met z'n allen voor zorgen dat iedereen er recht op heeft. Dus dan moet je dat gewoon gaan uitvoeren. En dan moet je niet gaan zeggen van ja, oké, we gaan doen alsof er concurrentie is. Terwijl iedereen hetzelfde product moet krijgen als je het dan in een markt zou willen zien. Dus iedereen heeft er gewoon evenveel recht op. En dat doen alsof het een markt is, dat leidt alleen maar tot negatieve effecten. En waar het ook nog mee te maken heeft, is dat het gebaseerd is op wantrouwen. Er wordt eigenlijk gezegd, oké, we gaan ervan uit dat jullie je werk niet uit jezelf goed doen. En daarom moeten jullie allerlei formulieren invullen. Zodat we jullie kunnen controleren of jullie dat wel goed gaan doen. Terwijl mensen die in de zorg of in het onderwijs werken, die zouden vaak ook best wel wat anders kunnen doen waarmee ze meer zouden verdienen. Mensen in de zorg en het onderwijs doen het vaak uit een passie en die doen echt hun best wel. En als die hun best niet doen, dan kunnen die altijd nog gecorrigeerd worden door hun collega's of kan er iemand aan de bel trekken van hé, dit gaat niet zo. Men zou steekproefgewijs iets kunnen doen. Ja, precies. Hè? Maar nu zijn we allerlei administratiedingen aan het optuigen om iedereen maar massaal te controleren. En daardoor wordt er heel veel zorggeld en onderwijsgeld verspeeld aan bureaucratie, terwijl het helemaal niet nodig is als we maar wat meer vertrouwen op dat mensen hun werk goed doen. En dat zijn gewoon professionals die dat prima kunnen. Maar dat wantrouwen, dat is misschien wel juist omdat men meer geld wil verdienen. Dus je zou kunnen zeggen, het is wantrouwen. Maar het zou ook nog een manier kunnen zijn waardoor men in dossiers kan kijken, waardoor bepaalde dingen weer uitgesloten gaan worden uit de basisverzekering. Zodat er weer meer geld over gaat blijven voor de zorgverzekeringen. Ja, ik geloof dat we eruit gaan. Ja, dat klopt. We gaan zo even uit. Krijg een reclame. Draai ik even twee nummers. En dan zijn we weer terug. Oké. Okay. Yes, yes. Tot zo. Sorry hoor, maar. Join Radio.
Yeah. We gaan de tweede ronde in van de Joint Radio. Wederom is dit weer een Joint Politics, dus ik 9G Music zal niet veel praten. Annelies, aan jou het woord. Ah, rust in de tempo. Nou. Overdrijven is ook wel een vak. Ja. We gaan verder met Matthijs Pontier. Ja. En van de Piratenpartij. En de, ik heb de volgende vraag van Wilma van der Valk, maar die heb je eigenlijk al zelf beantwoord. Is Piratenpartij ook een voorstander van Nationaal Zorgfonds? Ja, nou dat zijn we dus. We hebben in een motie hebben daarvoor gestemd dat we dat de beste oplossing vinden. Omdat zorg is geen markt. Dat is gewoon een publieke dienst waar iedereen recht op heeft. Dus moet je ook niet die concurrentie gaan, een soort illusie van een markt of illusie van concurrentie gaan geven. Dus gewoon op één plek dat geld inzamelen en dat dan vervolgens wel op een regionaal niveau verdelen. Dus dat er niet heel veel macht op één plek komt te liggen. Dat is wel een aanvulling die wij er als Piratenpartij op hebben. Okay. En dat is ook te zien op de site van het Nationaal Zorgfonds trouwens. Er staat onze naam staat er wel bij. We hopen dat ze ons logo er ook nog even bij willen zetten zoals ze dat bij andere politieke partijen doen. Oh, het dus zou toch als wel? De mensen van het Nationaal Zorgfonds het horen, graag. Nou, anders zet je het gewoon even op de Twitter. Want dan het Nationaal Zorgfonds, hun logo en wij willen erbij. Ja, dat hebben we wel gedaan. Dus onze naam staat er wel, maar ze hebben nog niet erop gereageerd. Dus, maar daar sturen we nog wel een mailtje over. Dat komt dat vast goed. Dat komt nog wel. Hoe staan jullie tegenover het tekenen van wurgcontracten, zoals huisartsen dat af en toe moeten doen? Je weet, je bent bekend met de 400 die geweigerd hebben. Geweigerd voor wat? Om een contract te tekenen met zorgverzekeraars. En waar ging dat contract over? Want er zijn verschillende dingen die dat zouden kunnen zijn. Maar... Nou, over dat ze verplicht waren om dan te voldoen aan bepaalde voorwaarden van de zorgverzekeraar. Ja, en dat ging over het afstaan van gegevens toch ook? Ja, nee, dit was dus eigenlijk weer met uitbetaling en dat soort dingen. Ja, dat ze bepaalde gegevens moesten afgeven, anders dan zouden ze niet bepalen. Ja. Ja, precies. Nee. Oh nee, ik dacht over het geheim houden. Ja, over, ja, nee, ja. Volgens mij hebben ze nou weer gezegd dat ze dat eigenlijk niet hoeven te tekenen. Maar daar zijn we net heel erg kritisch over, want dat kan natuurlijk niet zo zijn. Die gegevens mochten ze helemaal niet opvragen zelfs. Dus het is heel raar dat je dan zegt, jullie moeten die gegevens geven, anders krijg je je behandeling niet vergoed. Ja, maar hoe kan je dan zeggen van mensen die niet een contract willen tekenen, dat je die dan buitensluit? Dat is ja, dat toch, kan dus helemaal dat niet. Dat kan niet. Nee, dat, volgens de huidige wetgeving mag dat zelfs al niet. Dus dat moet gewoon niet kunnen. En volgens mij hebben ze nu ook gezegd van ja, sorry, dat mocht niet en dat, daar stoppen we mee. Dus ik hoop dat ze daar ook echt mee stoppen. Maar is dat niet het hele probleem op het moment in Nederland? Dat een heleboel dingen gedaan worden en achteraf teruggedraaid. Hè? Nee, maar de mensen die ze oppakken bij demonstraties en dan achteraf... Ja. Ja, sorry hoor, we hadden het eigenlijk niet moeten doen. Ja, klopt. Nou, dat is inderdaad echt heel erg. Bij een heleboel verschillende demonstraties gebeurt het ook. Ook met het Maagdenhuis was het ook al zo. Dat mensen die werden dan opgepakt en dan werden ze in vreemdelingendetentie gezet. Terwijl het gewoon studenten waren. Ja. Nou, dat is helemaal raar natuurlijk. En... wat er ook nog trouwens wel eens gebeurt, is dat de politie die overtreedt nu eigenlijk massaal de privacywetgeving. Ze zeggen ook van, sorry, dat doen we nu. Maar ze zeggen ook van, ja, daar gaan we niks aan veranderen. En wat ze wel gaan doen, is de wet aanpassen zodat het mag. Nou, dat is de omgekeerde wereld. Ja, dat is inderdaad de omgekeerde wereld. Als er iemand zich aan de wet moet houden, dan is de politie natuurlijk wel. En dat gebeurt nu, niet altijd in ieder geval. Maar dat is 9/11-syndroom. Daar heeft het wel veel mee te maken. En toen, dat was natuurlijk een grote aanslag. Dus toen, mensen waren bang. En dan gaan ze eigenlijk heel veel macht geven aan die opsporingsdiensten. Om mensen maar minder bang te maken. En ze kunnen natuurlijk ook heel makkelijk heel veel geld binnenharken. Want mensen zijn bang. Dus ze zeggen van oké, we moeten alles eraan doen om dit te voorkomen. Dan krijgen ze een heleboel geld. Krijgen ze een heleboel bevoegdheden. Maar ze stoppen er helemaal geen aanslagen mee. We zijn alleen maar heel veel geld kwijt aan een illusie van veiligheid. Terwijl als je het veiliger wil maken, dan moet je en voorkomen dat mensen radicaliseren. En je moet juist heel erg gericht recherchewerk gaan doen. En het enige wat we zijn gaan doen is massaal iedereen zijn data bespieden, waardoor we met z'n allen eigenlijk onveiliger worden. Ja. Ook bijvoorbeeld nu met de politie die je gaat hacken. Dan zijn er bijvoorbeeld onveiligheden in software. Dus dan zit er ergens een foutje in waardoor je makkelijk die software binnen kan komen. En wat de politie nu gaat doen, is dan die lekken opkopen. Dus dan hebben mensen die lekken gevonden. En dan kopen zij die informatie van hoe je daar makkelijk binnen kan komen. En in plaats van dat ze dan naar de eigenaar van die software gaan stoppen, of degene die software heeft gemaakt, en dat ze dan gaan zeggen van, hey, jullie moeten dat lek even dichten, gaan ze die lekken zelf gebruiken om iedereen te kunnen hacken. Maar wacht even, hacken, dat is illegaal. Ja, maar in dit geval wordt het voor de politie dus legaal gemaakt. Maar dat is dan niet conform de wet. Nee, daarom wordt de wet dus aangepast, zodat het wel conform de wet is.
Ja, dat is eigenlijk niet normaal, hè? Nee, dus wij willen dat inderdaad ook niet. Je had het net even over mensen die in vluchtelingendetentie gezet werden. Hoe staan jullie tegenover echte vluchtelingen die ook, zeg maar, opgesloten worden? Nou, vluchtelingen die moeten niet opgesloten worden, die moeten opgevangen worden. Dat zijn mensen die vluchten weg voor een verschrikkelijke situatie. Die moet je helpen en ondersteunen. Vinden jullie ook dat je die mensen, als ze hier zijn, hè, dus meteen moet helpen om aan werk te komen, om de taal te leren, om zich maar meteen te gaan begeleiden? Ja, zeker. En dat is ook nu juist een probleem, hè, dat mensen eigenlijk lange tijd geen onderwijs mogen volgen en niet mogen werken, maar eigenlijk een beetje, ja, in een kamp terechtkomen en waar dan voor ze wordt gezorgd. En op die manier voed je eigenlijk ook mensen op om dat in de rest van hun leven ook nog te gaan doen. Want het is heel moeilijk om dan weer te gaan meedraaien in de samenleving. Terwijl je eigenlijk jarenlang in een hokje bent gestopt en als een soort van huisdier af en toe wat eten kreeg. Ja. Dat is, en tegelijkertijd krijgen immigranten daardoor natuurlijk een slechte naam. Omdat er dan wordt gezegd van ja, ze werken vaak niet. Ja, maar dat komt in eerste in plaats natuurlijk al doordat ze niet mogen werken. En als je een paar jaar niet hebt mogen werken, dan is het dus moeilijker dan andere mensen om nog werk te vinden. En daar wil je je ook voor gaan inzetten, dat vluchtelingen, zeg maar, hier betere manier opgevangen worden. Ja, het is ook gewoon onderdeel van ons verkiezingsprogramma, dat vluchtelingen van het begin af aan onderwijs moeten kunnen volgen en werk moeten gaan doen. Die participatie vinden we heel belangrijk voor iedereen die in Nederland is. Oké. Dan gaan we over naar zijn regime. Basisinkomen, is dit ook op basis van gelijkwaardigheid en dus voor zowel man en vrouw, is het ook voor de moeder die thuis bij de kinderen blijft? Ja, tuurlijk. Ja, dat is voor iedereen. En het basisinkomen maakt erin geen onderscheid. Dus en het liefste via negatieve inkomstenbelasting. Dus dat betekent dat als je onder een bepaalde grens verdient, dus als je nul hebt, dan zit je ook onder die grens, dat je dan in plaats van belasting moet betalen, dat je geld toekrijgt. Oké. En dat geldt voor iedereen. Ja. En waar haal jullie dat belastinggeld dan weer vandaan? Nou, er zijn nu allerlei uitkeringen en toeslagen. En daar komt heel veel administratie bij kijken en heel veel bureaucratie. Dus ook dit is eigenlijk gewoon een versimpeling waarbij je bureaucratie kan schrappen. En omdat iedereen gewoon dezelfde toeslag krijgt, namelijk het basisinkomen, hoef je niet meer allerlei controles te gaan doen of dat je moet gaan controleren dus of mensen ergens wel recht op hebben, want iedereen heeft er recht op. Dus op die manier kan je zorgen dat het geld voor die sociale zekerheid, dat het ook echt terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. En dat het niet verspild wordt aan allemaal bureaucratie en controles. Okay. En je zorgt er ook voor dat mensen die, want nu zijn er vaak mensen die niet zo goed weten waar ze recht op hebben, of die niet door de bureaucratie heen komen om bepaalde toeslagen aan te vragen. En dat voorkom je hier ook mee. Dat ook als je niet zo goed met die bureaucratie kan omgaan, dat iedereen gewoon alsnog datzelfde basisinkomen krijgt. Dus je voorkomt ook armoede daarmee. En hoe staan jullie als Piratenpartij tegenover bepaalde dingen in de wet, zoals bijvoorbeeld een kostendeler of bijvoorbeeld mensen die AOW vanaf 2018, als je dan een inwonend kind hebt die voor je zorgt, een mantelzorger is, die zijn inkomen wordt dan geteld bij jouw inkomen. Hoe staan jullie daar tegenover? Ja, dat is die kostendelersnorm. Ja. Nou, die maak je inderdaad overbodig met een basisinkomen. Want die gaat gewoon op een persoon. En dan maakt het niet uit of je nou met z'n drieën of met z'n tienen of alleen woont. Iedereen die krijgt gewoon hetzelfde basisinkomen. En dan ook geen kortingen uitdelen aan mensen? Nee, in principe niet. Ik weet niet waarvoor korting je op doelt. Maar in principe moet het basisinkomen genoeg zijn om te zorgen dat die kortingen niet meer nodig zijn juist. Want daar is die bureaucratie voor nodig. En daarmee zorg je dat het geld voor die sociale zekerheid, dat dat voor een groter deel opgaat in bureaucratie. En dat het dus minder terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Oké. Nou, ik doel daarop omdat in vorige programma's met GroenLinks en met de SP kreeg ik heel vaak de vraag over de kostendelen, dat het vaak mensen zijn. En er heeft GroenLinks, die heeft daar ook met SP en de PvdA, dacht ik, hier in Amsterdam een motie over ingediend, dat er vaak mensen zijn van allochtone afkomst die dus minder AOW-rechten hebben en daardoor een bijuitkering krijgen, maar met een inwonend kind daardoor gestraft worden. Ja, dat moet dus niet mogelijk zijn. Kijk, iedereen die heeft gewoon recht op het basisinkomen, dus ook ouderen. En op die manier heeft iedereen sowieso al dat basisinkomen. En daarnaast kan je dan nog een AOW-uitkering hebben natuurlijk. Maar daar wordt dus niet op gekort bij ons. Oké. Als er twee mensen in een huis wonen samen, dan hebben ze in principe een voordeel, omdat ze allebei een basisinkomen krijgen. Ja. Ja.
Maar ja, dan krijg je ook wel weer een probleem. De woningen zijn nu zo hartstikke duur. Dus als je alleenstaand bent en met een basisinkomen, dan ga je er eigenlijk ook weer op achteruit. Nee, in principe niet. Want het basisinkomen zou voor iedereen genoeg moeten zijn. En omdat je dus minder geld uitgeeft aan bureaucratie, kan je meer uitgeven aan de mensen die het nodig hebben. Oké. Gaan we even over wat anders praten. Jullie zijn voor de wooncorporaties. Ja, maar wel op een, we zijn wel kritisch over hoe ze het nu doen. Dus zijn jullie voor woningbouwverenigingen? Ja. Ja, vertel het maar even over. Nou, kijk, we zijn er dus niet voor dat ze... Want nu hebben ze een winstoogmerk. Het is een soort publiek-private instelling. En omdat ze een winstoogmerk hebben, gaan ze ook ondernemertje spelen. En wat ze eigenlijk doen is dat ze dus een bak geld hebben, maar dat is helemaal niet hun geld. En dat ze dan vervolgens daarmee gaan ondernemen. Dus dat ze dingen, dat ze gaan investeren. Derivaat en dat ze daar financiële, ja, derivaat en zo, dat ze financiële risico's gaan lopen. Nee. En omdat ze investeren met andermans geld, draaien ze helemaal niet op voor de risico's als het misgaat. En hebben ze vaak alsnog hele dikke salarissen. En ook daar zijn we trouwens heel kritisch over. En het zou dus echt weer gewoon meer een verenigingsvorm moeten worden, waarbij ze gewoon zorgen dat mensen genoeg betaalbare woningen krijgen. En dus niet dat ze sociale huurwoningen in de uitverkoop gaan doen of gaan ombouwen tot duurdere woningen, omdat ze dan meer winst kunnen maken. Wat nu ook nog gewoon het geval is. Oh, ja. Ja. En wat vinden jullie van het idee om, ik geloof dat het van GroenLinks of van de SP is, om de huren te gaan verlagen, de SP, de huren te gaan verlagen. Dus er zijn nu hier in Amsterdam, neem ik even als voorbeeld, er zijn woningen die hebben ontzettend hoge huur, om die huren weer terug te halen, naar beneden te brengen. Ja, in principe, er moeten in ieder geval meer betaalbare woningen komen. En in bepaalde gevallen zou dat kunnen door de huur te laten dalen. Dat hangt er een beetje vanaf waar je dat kan. Maar dat zou dus waar die woningbouwcorporatie of verenigingen, wat het dan worden, daar kan je dat inderdaad controleren. Dus dat zij die huur omlaag gaan brengen. Met de vrije sector zal het natuurlijk lastiger zijn. Mm-hmm. Dus ik weet ook niet zo goed wat het plan van de SP daarin dan is, hoor. Maar, nee, maar dat zal waarschijnlijk ook over die vereniging. Huurwoning. Ja, precies. Nou, die is natuurlijk vaak ook gestegen, bijvoorbeeld door die gluurverhoging. Dus dat ze naar je inkomen gingen kijken en als dan je inkomen hoog was, dat die huur dan omhoog ging. Maar dat was namelijk heel merkwaardig. Ja, dat was maar 2% hoor. Ja, op de 4%, 6% kreeg je. Ja, maar elk jaar 4%, dan gaat het alsnog flink 2% omhoog. 2%. Ja, volgens mij kon het ook 4 zijn. Maar het is ook zo dat als je inkomen dan omlaag ging, dan ging je huur niet omlaag. Niet omlaag, nee. Dus het was een manier om die huurprijzen toch sneller te laten stijgen dan anders gebeurd zou zijn. En het ging ook nog over een paar jaar geleden. Dus als je dan in 2013 nog een baan had en in de jaren daarna niet meer, dan ging toch nog je huur een paar jaar omhoog, omdat ze 2 jaar terugkeken. Ja, en bijvoorbeeld als je ziet hier in Amsterdam Centrum, is het ook niet een beetje zo dat de prijzen ontzettend opgedreven worden en dat daardoor ook veel segregatie ontstaat. Dat in de buitenwijken, daar komen dus de mensen die oorspronkelijk hun voorouders uit een ander land kwamen. En die wonen daar. En in het centrum, het hartje van Amsterdam en de grachtengordel, daar wonen enkel weer de witte mensen met een redelijk goed inkomen. Ja, nee, ik vind het inderdaad heel erg belangrijk dat overal in de stad dat daar voldoende betaalbare woningen zijn. En dus dat ook dat die sociale woningbouw, dat die gewoon moet blijven bestaan in het centrum. En dat er misschien zelfs wel bij moet komen. En want anders dan krijg je een soort van Elysium, noem ik dat altijd, van zo'n film. Dat het een soort van bepaalde plek is waar alleen maar de hele rijke mensen wonen. Een soort Braziliaans, Venetiaans, Londens. Ja, precies. Ja. Ja, en dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling. Juist ook omdat wij dat verbinden zo belangrijk vinden. En dat verschillende mensen met elkaar in contact komen. En dat mensen elkaar begrijpen. Dus stoppen met de verkoop van sociale woningen. Ja, zeker. En er moeten ook meer betaalbare woningen bij komen. Want de woningen die er nu bij komen, er worden tienduizenden woningen gebouwd, wel in Amsterdam de komende jaren. Maar dat zijn allemaal dure woningen. Ja. Terwijl waar is nou gebrek aan? Ja, betaalbare woningen. Dus bouw die betaalbare woningen dan. En dan zeggen ze van ja, de mensen die dat huren, dat zijn scheefwoners, die moeten maar in een duurdere woning gaan wonen. Dan denk ik van ja, dat is toch de omgekeerde wereld. Ja. Als mensen in een goedkopere woning willen wonen, dan moet je zorgen dat er meer goedkopere woningen zijn. Dan moet je niet dure woningen gaan bouwen en zeggen dat mensen moeten verhuizen naar dure woningen. Oké, nou, ik ga even een hele lange inleiding houden. Ja, dat is die goed. Die komt van Floris, de zachtbaardige. Oh ja, ja.
Wat mij op is gevallen is dat de Piratenpartij in Nederland als aftakking van de Europese organisaties, anders dan in IJsland of Duitsland, weinig focus lijken te hebben en qua resultaat nog geen deuk in een pakje boter weten te slaan in de politieke arena of een serieuze zaak weten te maken in maatschappelijk opzicht. Wat we vooral meekrijgen is een partij die als zelfbenoemde internet, computer en privacy savvy partij nieuwsbrieven verstuurt naar haar gehele ledenbestand zonder deze af te schermen. BBC vergeten, wat duidt op handmatige verwerking van de nieuwsbrief. Afrecentelijk het volmisbaar en al vingerwijzing opstappen van het volledige halve bestuur om zich aan te sluiten bij een of andere filosoof die ook graag wil mislukken als politicus. De Piratenpartij is in zee gegaan met Ancilla, die al een tijd bekend staat als ambassadeur voor Bits of Freedom. Bits of Freedom heeft afgelopen maandag weer een jaarlijkse Big Brother Award gepresenteerd. Een succesvolle formule om de grootste privacy schenders en schandalen van Nederland van afgelopen jaar onder het voetlicht te brengen. Ook in andere opzichten is Bits of Freedom succesvol geweest en weet het belangrijke vraagstukken over de omgang van bedrijfsleven en overheid met privédata en surveillance op de politieke agenda te krijgen. Mijn vraag is: in hoeverre heeft de Piratenpartij contact met Bits of Freedom en denkt men te kunnen leren van hun mediastrategie en politieke invloed? En is het leiderschap van Ancilla daarin van invloed op of niet? Ja, Bits of Freedom, daar hebben we goed contact mee inderdaad. Ancilla heeft natuurlijk stage gelopen. Ik heb zelf ook meegedaan aan een cursus vanuit Bits of Freedom. Dus daar praten we veel mee. En een aantal kritiekpunten die er worden genoemd, waar Bits of Freedom het misschien beter doet, dat heeft er ook mee te maken dat zij gewoon veel meer geld hebben natuurlijk. En dat is voor ons lastiger. En als beginnende politieke partij is het ook lastiger om aandacht te krijgen dan een tussen aanhalingstekens neutrale belangenvereniging. Dus, we zijn zeker goed in gesprek met Bits of Freedom en we leren graag van elkaar. Oké. Over partijen. Jullie hebben een partij met leden die betalen, neem ik aan? Ja, het wettelijke minimum. Want we vinden het belangrijk om heel erg toegankelijk te zijn. Dus dat is ook een van de redenen dat we wat minder geld hebben misschien dan andere partijen. Dat ligt op 8 euro per 3 maanden? Sorry. Nee, 17,50 per jaar. Dus dat is nog geen 1,50 euro per maand. Ja, dat is maar inderdaad heel weinig. Ja, maar als mensen natuurlijk donaties daarnaast willen doen, is dat heel erg welkom. En die krijgen jullie? Die krijgen we, ja, zeker. Uit Nederland? Uit Nederland, ja. Ja. En we gaan ook meer doen met crowdfunding. Dat we mensen vragen om donaties voor speciale acties. Maar daar zal binnenkort nog meer over bekend worden. En dan zal het ook online komen te staan. Oké. Okay. Ja. Maar we nemen ook niet zomaar geld aan van bedrijven bijvoorbeeld. Volgens mij zelfs eigenlijk helemaal niet. Omdat we het belangrijk vinden om echt onafhankelijk te zijn. Wil je even niet mijn volgende vraag afpikken? Oh. Ja. Nee, goed, gaan we door. Ja, we vinden het echt belangrijk om onafhankelijk te blijven. Dus we nemen het liefst gewoon donaties aan van personen. Dus ook geen hele grote donaties. In ieder geval, we gaan ervan uit dat het logisch is om meerdere kleine donaties binnen te krijgen. Want dat past ook veel beter bij ons. Oké. Wat doen we? 1 liedje? 1 zang? Ja hoor, geen probleem. Gooi me even 1 in, ja. Yes, we zijn toch zo terug. Joint okay. Radio. Yeah. We zijn weer binnen voor de Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en ik geef het woord aan Anees voor de Joint Politics. Nou, dan zijn we weer terug met, onderhand weet men het wel, Matthijs Pontier van de Piratenpartij. Ja, klopt. Zei ik het nou goed? Ja hoor, tuurlijk. Oké, ik wil altijd een allochtoon van hem maken, hè? Pontier, maar goed, we gaan door met Ariane Ripmeester, PvdA. Ten aanzien van lokale loyalty en minima passen, waarmee betaald kan worden. Hoe kun je privacy waarborgen? Gaat het over bijvoorbeeld de Albert Heijn bonuskaart en dat soort dingen? Ik denk voor die minima passen. Dus mensen die onder een bepaalde inkomstengrens zitten, die krijgen een pasje van de overheid. Ja. En dan kunnen ze goedkoop mee naar pretparken of artus of theater. Ja, zoiets.
Als het dan pas vanuit de overheid is, als je een laag inkomen hebt bijvoorbeeld, dan zul je natuurlijk eerst wel moeten weten wie die mensen met een laag inkomen zijn. En daarna zal die pas ook op naam moeten staan, zodat je die pas niet aan iedereen kan geven. Dus in die zin, dat moet gewoon om het systeem te kunnen laten werken. Maar vervolgens moet dat niet overal geregistreerd worden. Dus bijvoorbeeld waar je die pas uit kan geven, dan moet er alleen maar in het systeem worden verwerkt, er is een pas. En dan moet niet verwerkt worden van die pas is van die persoon. Want dat hoeft dat bedrijf voor de rest helemaal niet te weten. Je hoeft alleen maar even te kunnen controleren of het inderdaad de pas is van degene van wie die pas is. Maar het kan gewoon via een fotootje op de pas. Dat hoeven ze voor de rest niet te verwerken in een datasysteem of zo. Ja, ik denk dat ze dat bedoelt. Want hoe kan je de privacy waarborgen? Dus dat je niet al je gegevens gelijk op zo'n kaartje hebt. Ja. Wat zeg maar een museum, die krijgt dan te weten en waar je en wie je bent en... Ja, precies. Nee, dus zo'n museum hoeft dat helemaal niet te weten te komen. Dus dat zou ik ook vooral niet in het systeem bouwen. En als het gaat over andere vrijwillige passen, over kortingskaarten en zo, die kan je natuurlijk gewoon of niet gebruiken, of ja, je kan je pas ruilen met iemand anders. Dus, als iemand anders een bonuskaart heeft en jij ook, en je wisselt af en toe, dan klopt het systeem niet meer, zeg maar. Dus dan kunnen ze ook niet je aankoopgedrag bijhouden. Oké, maar die staat toch niet op naam, je bonuskaart? Vroeger wel, maar tegenwoordig krijgen ze inderdaad ook vrij makkelijk. Dat, ja, dat ik dacht dat ze anoniem waren. Ja, je kan hem nu anoniem hebben. Ja. In ieder geval, ik heb hem laatst een keertje gehad dat zei van, oh, ik heb hem niet mee. En zei van, oh, daar kan je er eentje pakken. Dus dat, ja, inderdaad. Ja. Maar vroeger, ja, moest je een heel formulier invullen. Ja, dat klopt. Toen heb ik hem ook niet gewild. Want ik heb nu anoniem. Ik kreeg dat bij de kast, zo'n anoniem kaartje kreeg ze om. En dat, ja, want kijk, daar kunnen ze dus ook een hoop uithalen, hè? Ja, heel veel. Ze weten eerder dat je zwanger bent dan jij schijnt, hè? Oh, dat lijkt me wel mooi. Dan hoef ik de beste niet meer te kopen. Goed, gaan we over naar Saint-Régine. In het verkiezingsprogramma schrijft Piratenpartij: burgerrechten vormen de grondvesten van onze partij. Ja. Als Piratenpartij toetsen wij al ons handelen altijd aan de elementaire rechten van burgers. Klopt. Alle wetten, verdragen, overeenkomsten of besluiten moeten aan deze burgerrechten worden getoetst. Bij de in het programma genoemde burgerrechten zie ik vooral burgerrechten die gerelateerd zijn aan privacy, onderwijs, inkomen en gelijkheid. Ik mis belangrijke rechten als het recht op voedsel en onderdak. Heeft dit een speciale reden? Nee, dat hoort er natuurlijk ook bij, maar dat wordt dan bijvoorbeeld meer ondervangen door dat basisinkomen. Of doordat we in het stukje economie en woonbeleid, dat we daar allerlei maatregelen nemen om te zorgen dat woningen weer betaalbaar worden. En dat we allerlei maatregelen hebben om te zorgen dat er een goede voedselvoorziening is. En dat er niet bijvoorbeeld één groot bedrijf zoals Monsanto is, wat de hele voedselproductie controleert door allerlei patenten. Dus nee, maar dat hoort er natuurlijk bij. Ja, recht op onderdak, recht op zorg, recht op voeding, dat hoort er allemaal bij. Dus als dan de Piratenpartij ligt, dan gaat de voedselbank dicht. Die is niet meer nodig. Nou, de voedselbank kan pas dicht als die inderdaad niet meer nodig is natuurlijk. Ja, daarom. Dus we willen eerst zorgen dat iedereen gewoon voedsel heeft. En dan automatisch heb je die voedselbank niet meer nodig en kan die dicht. Maar niet, wel in die volgorde, hè? Ja, dus, natuurlijk. Ja, nee, je kan het moeilijk omgekeerd doen. Ja, maar precies. Jullie willen een basisinkomen. Dus dat houdt in, zodra dat basisinkomen er is, dan heb je geen voedselbank meer nodig. Precies, klopt. Ja. En dat recht op voedsel en onderdak, hè? Dat is dan één ding. Hoe staan jullie tegenover de rechten van het kind? Die gelden natuurlijk. Maar de vraagstukken gaan vaak wanneer rechten conflicteren. Dus als je het hebt over een recht op vrije opvoeding, dat ouders kunnen bepalen hoe ze een kind willen opvoeden, dat bestaat natuurlijk ook. En dan wordt het bijvoorbeeld lastig als ouders zeggen van, ik vind dat mijn kind alleen maar dit en dat mag eten, terwijl dat misschien niet zo gezond is. Of ik wil mijn kind zelf opvoeden zonder dat het echt een goede onderwijsmethode is. Dus want we vinden dat thuisonderwijs wel moet kunnen, maar dat het dan wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Aan dezelfde voorwaarden als ander onderwijs. Dus en daar conflicteren die rechten natuurlijk. Ook met abortus bijvoorbeeld vinden we dat abortus moet gewoon kunnen. Ja. Maar andere mensen zullen zeggen dat zijn de rechten van het kind. En dan zeggen wij van nee, die rechten van die moeder zijn in dit geval belangrijker. Want dat kind is nog geen kind. Zwaarswegend. Ja. En hoe staan jullie tegenover euthanasie? Ja, we zijn heel erg voor vrije keuze. Dus we vinden dat euthanasie onder bepaalde voorwaarden moet kunnen. Wel is natuurlijk belangrijk dat als iemand zegt van ik wil euthanasie plegen, dat je eerst gaat kijken van waarom wil diegene dat? Is het niet gewoon iemand die hulp nodig heeft?
En moet je die persoon niet eerst goede zorg aan gaan bieden? Mm-hmm. Dus daar willen we wel ook dat er heel goed naar gekeken wordt. Ben je niet bang dat als de euthanasiewet veranderd wordt, dat dat heel makkelijk wordt, dat je dan ook krijgt dat mensen door hun omgeving gedwongen worden om zelfmoord te plegen? Ja, althans, of dat mensen het gevoel euthanasie hebben dat ze hun omgeving tot last zijn. Dus daar willen we inderdaad echt heel erg voor uitkijken. Dan is eigenlijk die euthanasiewens komt voort uit een dat er slechte zorg wordt geleverd. Dus daarom vinden we dat een heel belangrijk signaal om eerst even te kijken van heeft iemand niet extra zorg nodig? Ja. Goed, nou dan gaan we naar iemand die je wel kent. Dat zegt hij tenminste. Je hebt vaak een gesprek met hem gehad. Dat is Riens Hofstra. Vraag aan de Piratenpartij of jullie aanschuiven in dit foute particratische systeem met gekonkel in achterkamertjes. Een particratie is een politiek systeem waarin politieke partijen de macht hebben. Ja, nee, we willen inderdaad van die partijpolitiek af. En waar hij volgens mij ook op doelt, is stoppen met partijpolitieke benoemingen. Dus je hebt nu onder ambtenaren, maar ook bijvoorbeeld gewoon onder ministers, die komen altijd voort uit een politieke partij en die worden benoemd. En daardoor krijg je heel erg vriendjespolitiek. En we hadden het net ook al even over dat bijvoorbeeld bij de publieke omroep, dat er ook allemaal mensen vanuit een politieke partij eigenlijk worden benoemd. En het zou veel beter zijn als bij al dat soort benoemingen bij de overheid, dat het gaat via een eerlijke, open en transparante sollicitatieprocedure en dat iedereen daaraan mee kan doen. Zodat je uit alle mensen kan kiezen en niet uit 2,5% of zo van de mensen die aangesloten zijn bij een politieke partij. En nu is het vaak zo van oké, dan weer iemand van de PvdA, dan weer iemand van de VVD. Mm-hmm. En het moet gewoon een open en eerlijke procedure zijn waarin iedereen evenveel kans heeft. En dan stop je ook al die vriendjespolitiek die je nu hebt. Oké, ben je er ook voor bijvoorbeeld, wij hebben nu minister Schippers op gezondheidszorg, een dame die niet uit de gezondheidszorg komt, dat op dat dossier bijvoorbeeld iemand komt die uit de gezondheidszorg voortkomt? Ja, dat is dan natuurlijk het gevolg. Ja. Want als je een open en eerlijke sollicitatieprocedure hebt en je hebt daar mensen die gewoon goed gekwalificeerd zijn en die ook nog ervaring hebben in de zorg, dan komt die en zo'n sollicitatieprocedure natuurlijk beter naar voren dan iemand die helemaal geen zorgachtergrond heeft. Maar heb je dan ook weer niet het gevaar dat als het iemand is op defensie, dat het een doorgeslagen kolonel is? Nou, dan denk ik dat je geen goede kwalificatie hebt als je een doorgeslagen kolonel bent. Nou ja, zeg wat van. We hebben ze wel gehad. Nee, maar we hebben nu Hennis op defensie. Ja. Terwijl die heeft helemaal geen defensieachtergrond. Nee. Ook. Die de eerste, nou goed, ik kan van alles van haar vinden. Maar vergeleken met de partijgenoten zei ze af en toe iets wat zinniger was dan van hun in ieder geval. Maar dat ging dan vooral over privacy. Daar had ze nog af en toe wat zinnigs over te zeggen. Maar nu zit ze op defensie en doet ze juist met de dingen waar ze nou goed in was, doet ze helemaal niks meer en doet ze iets op een gebied waar ze volgens mij echt helemaal niet zoveel verstand van heeft. Maar volgens mij zitten de meeste ministers niet op een post wat hun stil is, hè? Nee, ze zitten er gewoon omdat ze hun goed hebben meegedaan met in hun partij en dat ze dan daarvoor beloond worden. Dat is eigenlijk vaak wat er gebeurt en niet omdat ze nou zo goed zijn in wat ze daar aan het doen zijn. Ja. Goed, ik hoop dat die dan hierbij beantwoord is. Dan gaan we naar Flip Switch. Wat is het standpunt van de Piratenpartij in zaken Palestina-Israël? Ja, mensen in Palestina worden nu heel erg onderdrukt. Daar moeten we vanaf. En uiteindelijk de meest vreedzame manier om dat te doen is een twee-staten-oplossing waarbij Palestina recht heeft op eigen bestuur volledig. En mensen in Israël dan ook. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Als de vrije wereld zogenaamd Israël ziet als de laatste buffer tegen de Arabische wereld? Nou ja, kijk, het is ooit bijna goed gegaan. En dat was toch door mensen met elkaar te laten praten en in die gesprekken samen tot de vredesonderhandelingen te komen. Peres, hè? Ja. Ja, toen ging het bijna goed. En toen werd hij vermoord, toch? Toen werd iemand anders vermoord. Ja, precies. Nee, ja. Nee, die is blijven leven. Hoe heet die? Rabin was het, toch? Rabin. Ja, precies. En Peres was zijn minister toen de tijd. Ja. Die is pas gestorven en dat was met... Peres, dat was volgens mij eerder hoor. Die staat er volgens mij wat heftiger in, maar ik kan in de war zijn. Nee, maar je kan gelijk hebben. Wacht even, ik krijg denk ik net rectificatie op het internet. Oh nee. Nou, ik dacht naar iemand. Ik geloof dat het Rabin was. Ja, het zou best kunnen, hoor. Dat ik het verkeerd hoor. Heb en toen waren we een heel eind onderweg en toen werd hij vermoord en dat is echt doodzonde. Oké, dus jij vindt ook dat de Palestijnen net zoveel recht hebben als ieder ander. Ja,
En nu worden er vaak afspraken gemaakt, maar dan gaat Israël toch weer nederzettingen bouwen in een gebied waarvan we gewoon met z'n allen hadden afgesproken dat het van Palestina zou moeten zijn. Dus en daar ben ik erg kritisch over, ja. Ja, ze zouden geen steun, want we weten toch allemaal wel heel openlijk dat die steun er gewoon is daarvoor. Ja. En men doet net alsof niet, maar het is er wel zo. Nee, zouden zich gewoon niet aan de regels waar ze zelf eerder ook mee hadden ingestemd. Nee, maar ook uit Vrije Westen zijn er toch landen die dat heel erg steunen. Die wat heel erg die afspraken over waar de grens ligt tussen Palestina. Ja, gewoon over dat wat Israël doet, dat laat ze allemaal maar oogluikend toe. Want er is in de Verenigde Naties nooit eens iemand die opstaat. En als hij opstaat, wordt hij meteen weer neergeslagen. Nou, gebeurt wel. Er is wel veel kritiek in de Verenigde Naties. En zeker ook de Verenigde Staten hebben de laatste jaren zijn wat minder Israël gaan steunen daarin. Ik hoop vooral dat er gewoon een goede oplossing komt. Oké, we gaan kriskras door heel de wereld, hè? Dat merk je. Want we gaan nu naar ik mezelf. En die zegt, hoe wil je de belastingvrije brievenbusfirma's aanpakken? Er zijn de belastingvrije brievenbusfirma's. Ja. Dus dat zijn de mensen die aan de regels voldoen. Nou, die hier zeg maar enkel maar een naam hebben en die de belasting hier ontwijken. Ja. Panama Papers. Ja, want er zijn verschillende dingen. We hebben belastingafspraken met grote bedrijven die geheim zijn. Dus de eerste stap is dat je... Zoals de koffiezaken en dat soort dingen. Ja, inderdaad. De eerste stap is dat je die afspraken opengooit. Dat het voor iedereen transparant is. Waar mogelijk dat je stopt met die afspraken. Want het is natuurlijk bizar dat we dat soort afspraken hebben. Dat we dus ook niet meer nieuwe van dat soort afspraken aangaan. En dat er meer fiscale recherche komt. Het is een soort van witte bordencriminaliteit natuurlijk. Er wordt veel te weinig energie in gestoken. Ja, grappig hè. Daar gaan juist de grootste bedragen in om. Maar omdat het onzichtbaar is, wordt er veel te weinig aan gedaan. Of te veel aan verdiend wordt. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Want die arme mensen in de zorg, die plegen dan fraude. Hè? Die mensen die zeg maar zorg afnemen, of die een uitkering hebben, of die dokters. Maar die grote firma's, daar zit echt de fraude meestal. Ja, inderdaad. En als we daar gewoon veel beter achteraan gaan, dan betalen zij eerlijk belasting. En dan hoeven normale mensen zoals jij en ik minder belasting te betalen. En we hebben gelijk het systeem dat we iedereen een inkomen kunnen geven op de rails natuurlijk. Ja, precies. Want er zit heel veel geld. Ja, als je die belastingontwijking aanpakt, dan heb je in één keer een heleboel miljarden vrijgespeeld die je dan... Het basisinkomen staat er. Bijvoorbeeld. Oké. Nou, dan gaan we over naar Felix van Moos, ook van de Partij van de Arbeid. En die zit dan ook in de gemeente daar. We konden merken in de afgelopen verkiezingscampagne dat heer Donald Trump weinig eguards tegenover Hillary Clinton en de bevolkingsgroepen zoals Mexicanen, Afro-Amerikanen, vrouwen vertoonde. Ook zijn zijn ideeën hoe de wereld eruit moet zien afwijkend van de standpunten in het algemeen in het Westen. Wat moet Europa onmisverstaanbaar aan Donald Trump kenbaar maken wat betreft zijn verhouding tot Europa op economisch en NAVO-gebied? Ja, dit was een beetje Duits door elkaar, vandaar. Het was een beetje moeilijk. Oh, oké. Ja, maar de vraag is uiteindelijk? Nou ja, wat moeten wij in Europa aan hem zeggen van... luister eens even tot hier niet verder, dit pikken wij niet. Ja. Vooral economisch gebied, NAVO-gebied. Ja, nou volgens mij moeten we... Ik vind Bernie Sanders erin heel sterk. Ja. En die zegt van... als je de elite inderdaad wil aanpakken zoals je af en toe lijkt te zeggen, dan steunen we je daarin. En als je bevolkingsgroepen gaat discrimineren, dan pakken we je keihard aan. En volgens mij moeten we dat internationaal ook doen. Oké, had het niet mooi geweest? Bernie Sanders met Jill Stein als vicepresident? Ja, dat was geweldig geweest natuurlijk. Match made in heaven, hè? Ja, en de Democratische Partij in de VS heeft zichzelf echt in de voet geschoten door Hillary te bevoordelen tijdens die voorverkiezingen. Want met Bernie Sanders weet ik zeker dat hij van Trump had gewonnen. Ja, toch? Ja, ik zie het lachen in de kamer vandaar. Nee, dat klopt. Vraag 2. Wat moeten de gevestigde politieke partijen doen om het populisme tegemoet te treden? Nou, wat je volgens mij moet doen is dat mensen die worden boos omdat ze niet gehoord worden. En omdat ze graag inspraak willen hebben, maar dat niet krijgen.
Dus met die vormen van directe democratie, zoals die e-democratie systeem of die burgerfora, waar ik het eerder over heb gehad, dan kan iedereen gewoon meedoen. En dan kan je die energie die er is, maar die nu vaak zich uit in woede of in angst, die kan je dan omzetten in iets positiefs. Dus dat mensen, als ze problemen zien, dat ze zelf met goede ideeën kunnen komen om de boel te verbeteren. En op die manier ga je volgens mij ook dat negatieve populisme tegen. Door eigenlijk je zou kunnen zeggen, een positief populisme. Namelijk dat je echt naar mensen luistert. En dat je zorgt dat die woede die ze voelen omgezet wordt in iets positiefs. Je hebt het over negatief populisme en positief. Dus het is niet altijd slecht. Nee, ja, kijk, populisme betekent eigenlijk alleen maar dat je doet wat het volk zegt of wil. Dat is wel gevaarlijk. Als je doet wat het volk zegt. Want dat zien we met Wilders. Dat is dus het probleem. Dat nu vaak mensen heel erg van zich laten horen omdat ze boos zijn. Dus dat zijn dan de hardste schreeuwers. En daar is dan iemand die daar naar luistert. En dat is dan Wilders. En die wakkert dat juist aan. En terwijl je kan het ook op een positieve manier ermee omgaan. En zeggen van oké, je wil iets veranderen. Laat me weten hoe je dat wil veranderen. Kom maar met een idee. En dat je op die manier het omzet in iets positiefs. En je ziet dus dat wanneer er met dat soort dingen wordt geëxperimenteerd, zoals bijvoorbeeld in IJsland, maar ook in Texas met die windmolens waar ik het over had, dat dat echt tot hele goede resultaten leidt. Is het niet zo dat de politiek gewoon mensen ook dingen moet geven? Dus voorbeelden moet geven of zeggen van laten we het zo of zo doen. Want nu zie je dus dat een Wilders, die luistert gewoon naar wat de onderbuik zegt in de maatschappij en die gebruikt dat. Maar is het niet zo dat de politiek met goede ideeën moet komen en goede standpunten en dat we van daaruit ons kunnen aansluiten bij de politiek? Ja, we kunnen natuurlijk wel zelf ook met goede ideeën komen en dat doen we ook heel veel. Maar het is wel belangrijk dat het uiteindelijk ook de ideeën van de mensen zelf zijn. Als ze zeggen van hey, ik heb een goed idee en jullie hebben dat niet, dat daar ook ruimte voor is. En dat mensen erover kunnen meepraten dat of jouw ideeën nou goed zijn. Want dan iemand als Wilders die zegt van als jullie nou gewoon allemaal op mij stemmen, dan wordt het beter. Geef mij gewoon heel veel macht en dan los ik het voor jullie op. Terwijl dan krijg je natuurlijk ook gewoon een soort van dictator. Ja. En als mensen gewoon echt zelf kunnen meepraten, dan krijg je een samenleving voor mensen door mensen. En dat is waar je naartoe moet. Want de problemen die er zijn, die zijn er juist doordat een klein groepje mensen te machtig wordt. Je ziet gewoon in de geschiedenis terug dat als je een klein groepje mensen veel macht geeft, en ook nu zie je dat gebeuren, dan gaan ze zich gewoon op een negatieve manier gedragen. En dan gaan ze uiteindelijk die macht voor hun eigen gewin inzetten. Terwijl als je die macht juist heel goed verdeelt en je empowert mensen en je zorgt dat mensen het voor zichzelf te zeggen krijgen, dan en samen sterk kunnen staan, dan zie je dat ze er op een hele positieve manier mee omgaan. Oké, want we gaan nu Steven weer een beetje op 1934 af, hè? Ja, er zijn steeds meer overeenkomsten, dus dat is heel zorgwekkend, ja. Nog het positiefste meld, want we moeten er zo uit. Het is ongelooflijk, maar het is al bijna tijd. Heb je nog wat toe te voegen, te vertellen over jullie partij? Iets waarvan je zelf zegt, dit wil ik even naar voren brengen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de digitale inbraakpreventieweken. Je hebt een soort van inbraakpreventieweken van de politie, maar wij vragen dan juist heel erg aandacht voor dat je ook digitale inbreuken hebt en dat die heel vaak ook juist wel door de politie zelf gebeuren. Okay. Dus we hebben bijvoorbeeld op onze website piratenpartij.nl hebben we elke dag een tip om jezelf te beveiligen tegen digitale inbraken. En van criminele hackers, maar natuurlijk ook van de overheid, want de overheid die kan ook best wel eens bij je inbreken. Dat schijnt vaak te gebeuren. Dat gebeurt helaas veel te vaak, ja. Nou, en jullie gaan nu de verkiezingen in. Ja. En jij hoopt in de Kamer te komen. Dat zou heel mooi zijn, ja. Nou, als je in de Kamer komt, hoop ik je ooit weer terug te zien hier. Ja, tuurlijk. Dat we dan niet te klein geworden zijn, maar nee, dat je zegt van, dan kom ik terug. Ja, vind ik leuk. Goed, dan wens ik je heel veel succes in de toekomst. En ik hoop dat je krijgt wat je wilt. Ik hoop het ook, ja. En heel erg bedankt dat je onze gast wilde zijn. Ja, heel graag gedaan. Oké, en de mensen thuis heel erg bedankt voor jullie vragen weer. En heel fijn dat jullie zelf aan de politiek nu kunnen stellen. Oké, ik ga over naar het Glazen Huis.